Landgenoten, lobby familie man, lobby brother Aziza, lobby mama. Alle moeders, mag ik jullie allemaal een gezegende moederdag toewensen. En ik breng ode aan alle moeders. En zoals u weet, elke moederdag geven we speciale lof en respect aan alle moeders. Om de moeders in hun leven te eren voor de moeilijkste taak der wereld. Ja. Moeders bieden onvoorwaardelijke liefde en hebben buitengewone kracht. Zij zijn de rotsen in tijden van crisis en onze leidraad wanneer we die het meest nodig hebben. Ons land Suriname zou niet zo zijn waar we nu zijn zonder hun blijvende basis van liefde en steun aan Mama Lobby. Het moederhart vol liefde. Met name in tijden van buitengewone uitdagingen hebben moeders gedaan wat ze altijd hebben gedaan. Hun families, gemeenschappen en ons geliefd land met onbaatzuchtigheid en moed gedragen. Ondanks de barrières waarmee ze vaak worden geconfronteerd. Die lieve moeders die hebben gewerkt om de eentjes aan elkaar te knopen voor hun gezin. Zelfs op werkplekken. Waar ze te maken hebben met discriminatie en ongelijkheid. Moeders die tegelijkertijd dienen als eerste lijn werkers en verzorgers om de samenleving te dienen, om de samenleving te beschermen. Maar ook moeders die rouwen om het verlies van een kind. En alle moeders in het hele land die elke dag opofferen. Ja, we vieren Moederdag, we herdenken Moederdag. En we bedanken alle moeders voor het werk wat ze doen. Om ook voor altijd klaar te staan en het draaiend houden van het gezinsleven. Ja, ik begrijp als president, als vader des vaderland, dat moeder zijn anno 2023 nog steeds te zwaar is. En de meeste moeders in ons geliefd land zijn de primaire kostwinner van het huishouden. Zeker onder mijn leiding zullen we als regering alles doen om ook die positie constant te beschermen en die moeders ook de nodige steun te geven. Beleidsoplossingen die werkende moeders ondersteunen en de kwaliteit van het leven verbeteren, zullen zeker de economische zekerheid van vrouwen versterken. En terwijl we werken aan een beter Suriname, om de infrastructuur van ons land te versterken, zal elk hulpmiddel gebruikt worden dat ons ter beschikking staat om ervoor te zorgen dat alle moeders en gezinnen de kansen krijgen die ze nodig hebben om te gedijen. Dit beleid kan ervoor zorgen dat de volgende generatie moeders en gezinnen het vermogen heeft om te slagen. Ik wens aan alle moeders en ieder een bezinningsvolle dag toe en laat de moeders in het zonnetje geplaatst worden. Laat de moeders gewaardeerd worden. En laat de moeders niet alleen vandaag, maar elke dag een speciale plaats hebben in onze harten. Gefeliciteerd en God bless you all.